Het is een bijzonder gezelschap wat in Jeruzalem aankomt. En ze veroorzaken heel veel opschudding. Het zijn de wijzen uit het oosten. Vaak worden er drie mensen bijgenoemd. Maar dat is maar de vraag of het er drie waren. Ze hadden in ieder geval geschenken bij zich voor de pasgeboren heiland. Namelijk goud, wierook en mirre. Hun komst... Zal iets zeer bijzonders in gang zetten. Namelijk iets wat is geworden de kindermoord in Bethlehem. De titel voor deze toespraak is deze: 7 oktober 2023 en Rachel weent. Dus 7 oktober recentelijk 2023 en Rachel weent. Omdat dat eigenlijk als een uitvloeisel van die komst van die wijzen uit het oosten... wordt genoemd naar aanleiding van datgene wat Herodes zal doen... met de kinderen van twee jaar en jonger in Bethlehem. We lezen Matthäus hoofdstuk 2. Er wordt gesproken dat als deze wijzen te komen... dat Jeruzalem in verwarring raakt. Ik lees dus hoofdstuk 2. En ik lees vanaf vers 4 deze woorden... Dat dat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem in Bethlehem in Judea, want zo staat geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël Weiden zal. Wat een geweldige woorden, trouwens. Toen riep Herodes de Wijzen onopgemerkt bij zich. en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster. want die hebben ze gezien in het oosten. de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. en als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen ze op weg en zie de ster die ze in het oosten gezien hadden ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen ze de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden ze het kind met Maria zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren. Naar Herodes keerde ze langs een andere weg terug naar hun land. En dat ze vertrokken waren, zie een engel van de Here verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond erop, nam nou het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is, door de profeet uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om. Die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig opgevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord: geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilt over haar kinderen en ze wilde niet vertroost worden omdat ze er niet meer zijn. Deze woorden, deze eigenlijk heel dramatische woorden, bepalen ons bij een gebeurtenis die je alleen maar kunt beschouwen als een genocide, als een moordaanslag, in dit geval op jonge kinderen. En het is altijd onthutsend te bedenken, ook op deze tweede kerstdag, dat dat gebeurde na die. Geweldige mededeling. Die geweldige realiteit van de geboorte van de Heer Jezus. Het kind in de kribbe in Bethlehem. We hebben het allemaal overdacht. Dat de dagen vervuld werden dat ze baarde zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Legde hem in de kribbe omdat voor hen geen plaats was in de herberg. De Messias, de heiland van de wereld. Hij wordt geboren. Daar zijn de herders die bezocht worden door de engel... en later de hemelse legermacht... die God prijst... zegt de eer in de hoogte... vrede op aarde bij mensen en welbehagen. De hemel kan ze niet meer inhouden... om de almachtige God te prijzen... voor de geboorte van dit kind. En dan Matthäus beschrijft dat... een tijd later dan komen er in Jeruzalem een aantal mannen uit het oosten. Ze hebben de ster van de geboren heiland gezien, de koning der joden, let wel, de koning der joden. En ze zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Maar dat valt niet in goede aarde bij de op dat moment regerende machthebber koning Herodes. Je zou kunnen zeggen hij valt onder de keizer in Rome. En deze man, daarvan weten we dat hij buitengewoon wreed is. En dat zal ook inderdaad blijken, dat zal ook later nog blijken trouwens. Als zij daar dan komen en zij laten weten wat het doel van hun komst is, dan ontstaat er aan de ene kant een bepaalde paniek en een opwinding. Maar het aparte is dat ook degenen die precies weten waar de Messias, waar de koning van de Joden geboren zal worden, namelijk in Bethlehem, zij citeren daarbij uit Micha: dat Bethlehem de plek zal zijn van de geboorte van deze koning. Merkelijk is dat ze het precies weten, maar niet onderweg gaan naar Bethlehem. Waarom niet eigenlijk? Maar goed, Herodes speelt een vals spel en zegt... Gaan jullie daarheen, kijk wat er eigenlijk gebeurd is. Kom terug en dan zal ook ik het kind hulde gaan bewijzen. Niets is minder waar. Hij heeft heel andere plannen. Typisch bij deze totaal paranoïde vorst die Iedereen, en zelfs zijn eigen kinderen, zijn eigen vrouwen, zag als bedreiging voor zijn leven, en zelfs op een bepaald moment drie van zijn zonen liet vermoorden. De wijzen horen dit aan. Ze gaan naar Bethlehem. Ze zien opnieuw dat teken hoe God ook in hun taal zou je kunnen zeggen tot hen gesproken heeft. Gaan naar Bethlehem. En daar staat er dat zij hun kostbaarheden onthullen. Aangeven, aanbieden. En dat er ook staat dat ze vallen neer en aanbidden het kind en zijn moeder. Prachtig wat hier is gebeurd. Intussen, dat hebben we gelezen, we weten niet precies hoeveel tijd er tussen de geboorte van de Heer Jezus zat, daar in de kribben. en het moment dat ze hier in huis zitten. Sommigen zeggen ja, maar dat ik kan wel een, een, een aantal maanden zijn. Sommigen zeggen zelfs twee jaar. Hoe dan ook, er is een tijd nadien, er is een tijd inmiddels verstreken. En dan staat er dus dat zij vallen neer voor dit kind en aanbidden het. Maar ze worden door God gewaarschuwd in een droom. Opmerkelijk trouwens dat juist ook de, de, de schrijver Matthäus, de discipel van de Heer Jezus, het vaak heeft over dromen. Jozef wordt wel vier keer in een droom gewaarschuwd. Hier worden zij gewaarschuwd in een droom om niet terug te keren naar Herodes, maar gaan langs een andere weg. Terug naar hun land. Dat is natuurlijk heel letterlijk bedoeld zo. Ze hebben niet exact dezelfde weg gekozen, niet langs Jeruzalem, om terug te keren naar hun land. Maar ik vind het wel mooi om daar misschien ook een geestelijke toepassing aan te geven. De ontmoeting met de Heer Jezus Christus, daar ook als het kind in de kribbe, betekent. Dat je langs een andere weg je leven verder reist. En ook nadat hè, kerstdagen nu toch een beetje voorbij zijn, misschien met alle drukte voor u, dat weet je niet. Misschien ook eerder gezegd wel met, met eenzaamheid, dat komt namelijk ook zeker in deze dagen voort. Is het allerbelangrijkste die ontmoeting met dat kind in de kribbe? En dat verandert je complete leven. Dat verandert zelfs je eeuwige bestemming. En dan ga je langs een andere weg, een weg achter Jezus aan, die zei. Later als volwassen man, ik ben, zegt hij, de weg, de waarde in het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Maar wat er dan vervolgens gebeurt daar ter plekke in Bethlehem en in omgeving, dat tart eigenlijk elke beschrijving. Als Herodes in de gaten krijgt dat deze mannen niet teruggekeerd zijn, ontsteekt hij in hevige woede en dan staat er dat hij een regiment soldaten kennelijk afstuurt op Bethlehem en al de kinderen ombrengt, omlaat brengen die er binnen Bethlehem en in dat hele gebied waren. Nu, tegenwoordig is Bethlehem, zoals u wellicht weet, een, 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 een groot stad, maar toen de tijd was dat veel kleiner. De schattingen zijn dat er tussen de 20 en de 30 kinderen vermoord zouden worden. Stelt Stel, u zich eens voor, 20 tot 30 kinderen van van twee jaar en jonger. In die prachtige leeftijd. Dat ze beginnen te spreken. Dat ze beginnen te lopen. Dat ze, ja, het, 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 het is al prachtig natuurlijk. Maar het wordt steeds leuker. Al hoe ze de taal gaan gebruiken. Enzovoort. Vermoord. Gedood. En dan staat er. Dat de profetie van Jeremia. Jeremia hoofdstuk 31. Vervuld wordt. Er is een stem in Rama. Onthoud even die naam. Gehoord. Geklaag, jammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen. Hij wilde, wilde niet vertroost worden omdat zij er niet meer zijn. Het thema, ik heb het u al genoemd. is 7 oktober 2023. En Rachel weent. Wij hebben ook kunnen we dat opnieuw constateren aan het einde van dit jaar. naarmate dit jaar 2023 na zijn einde gaat hebben meegemaakt dat wel niet precies in dat gebied... maar daar toch in het zuiden van Israël... opnieuw moeders weenden. En vaders en oma's en opa's en broers en zussen weenden... vanwege de moord onder andere op kinderen. En wat is dat toch, lieve mensen, wat we tegenkomen... ook in de geschiedenis van het Joodse volk... dat kinderen, dat kinderen... Aan het begin van een leven, met, waarin verwachting en hoop eigenlijk opgebouwd wordt voor ouders en voor de omgeving, de volgende generaties, dat kinderen gegrepen worden. Dat kinderen vermoord worden. Wat gebeurde daar in de woestijn? Wat gebeurt daar nog in gangenstelsels in Gaza? Hoe wordt omgegaan met kinderen? Op. 28 december van dit jaar, dat is een traditie die ik tot voor kort niet kende, komt voor in de rooms katholieke Kerk onder andere. Het wordt genoemd de Dag van de Onnozele Kinderen. En daarmee wordt bedoeld dat deze kinderen die daar toen omgebracht zijn, dus in, de, in verband met de geboorte van de Heer Jezus door Herodes, die worden gezien als, als, ja, als heiligen die, die vermoord geworden zijn. Als u. Zou willen opzoeken op internet of in het echt. Een schilderij van Peter-Paul Rubens over de kindermoord in Bethlehem. De, de bekende schilder Rubens. De kindermoord in Bethlehem, dat is zijn, als het verkocht zou worden, zijn allerduurste schilderij. Ik raad u aan om dat eens dus te bekijken. En dan zult u zien dat Rubens niet bang was om zeer dramatisch te schilderen. En dat je op een bepaald moment daar maar bijvoorbeeld ziet dat een soldaat een kind <coughs> oppakt met de bedoeling om het te verpletteren. Het is een zeer, zeer dramatisch schilderij. En toen ik het zag, kan ik niet ontkennen. Dat een aantal bodycams die daar op 7 oktober 2023 gebruikt werden, beelden lieten zien van dat schilderij, wereldberoemd, van Peter-Paul Rubens over de kindermoord in Bethlehem. Het is bijna ongelooflijk om te bedenken dat een schilder van zoveel jaar geleden, beelden, dat is natuurlijk zijn interpretatie van wat daar gebeurde. Maar dat die griezelige overeenkomst hebben met wat er gebeurde op 7 oktober 2023. En ik weet het is kerst en ik weet het is een feest van de geboorte en dat laat ik ook volledig staan. Maar hier op deze tweede kerstdag wil ik jou, u, mezelf erbij bepalen van nog een andere realiteit. En dat is deze. En er wordt gesproken over, over Rachel die huilt over haar kinderen en die weigert getroost te worden. Apart Rachel, wie is zij ook alweer? Oh ja, de vrouw van Jacob, die op een bepaald moment tegen haar eigen man zegt, geef mij kinderen als zij ziet dat haar zus, want hij is getrouwd hè, met, met, met haar zus Lea, Jacob, en met haar zelf, en dat ze, geef mij kinderen, dat, dat Jacob zegt, maar wacht even, ik, ik ben toch God niet, maar dat haar inderdaad twee kinderen geboren worden. Namelijk Jozef en Benjamin. En u weet heel dramatisch hè, dat ze sterft bij de geboorte van Benjamin. Maar hoe kun je zeggen over dat Rachel jammert, huilt over haar kinderen, weent over haar kinderen? Omdat Rachel een van de stammoeders is van het Joodse volk van Israël. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Rachel, met ook haar fouten en gebreken overigens. Wat in de Bijbel ook heel eerlijk beschreven wordt, maar dat zij wel degelijk de stammoeder is van het Joodse volk. En dat is eigenlijk het moment dat er dramatische dingen gebeuren met het Joodse volk en hoe dramatisch is het wat er afgelopen 7 oktober gebeurde. En Rachel weende opnieuw. De moeders van Israël hebben geweend en huilen mogelijk nog tot de dag van vandaag om wat daar gebeurde. Het ongelooflijke onrecht wat daar gebeurde. Kinderen die vermoord werden. En het gebeurde nogmaals mensen. Niet alleen op het schilderij van Peter Paul Rubens, maar het gebeurde met de bodycams. Op de lichamen van terroristen die dat filmden, wat daar gebeurde. En ze waren er nog trots op ook. Heren, ontferm u. Het is dus een symbool geworden dat Rachel weent. En als ik daarover nadenk, en ik denk erover dat in de afgelopen eeuw. dat toen de grootste genocide op het Joodse volk plaatsvond. waar zes miljoen Joodse mensen omgekomen zijn. waar anderhalf miljoen kinderen omgekomen zijn. zou Rachel niet wenen. En ik weet het. Dat moet ik er ook bij zeggen. Natuurlijk, er wordt ook meer gehuild om kinderen. Dat weet ik ook. En ik realiseer me dat ons gebed mag zijn, ook nogmaals voor de mensen die in Gaza gebruikt worden, nog altijd als menselijk schild en de slachtoffers die er vallen, dat daar ook tranen bij zijn natuurlijk. En wij bidden om ontferming en verandering. Maar Rachel weent. En Rachel die weent. Als ze zien wat de geschiedenis van het Joodse volk is. Hoeveel kinderen er met pogroms in Rusland omgekomen zijn. De moord in Babi Yar in Oekraïne. En Rachel weent. Het beeld van die wenende Rachel. Ik weet het niet, maar dat, dat laat mij niet los. En ook het weigeren om je te laten troosten. Wat is het belangrijk? Ook al is het zo dat iemand weigert om zich te laten troosten, dat we wel degelijk troost blijven bieden. De geschiedenis gaat verder. Herodes sterft. Er is een opmerkelijk verhaal rond zijn dood. Hij zou 69 jaar oud geweest zijn. Flavius Josephus beschrijft dat hij ongelofelijke pijnen heeft en sterft omdat Herodes heel goed wist. dat zijn dood geen oorzaak van rouw, van grote vreugde zou zijn. heeft hij voorbereidingen getroffen en het aan zijn zus Salome opgedragen. dat ze het volgende moest doen. Toen hij zijn einde voelde naderen, liet hij een aantal Joodse edelen gevangen zetten. En hij zei dit: Op het moment dat ik sterf, wil ik, zei hij tegen zijn zus. Dat jij die edelen die nu gevangen zitten, allemaal vermoordt. zodat er wel degelijk gehuild wordt. He? Omdat ze normaal blij zouden zijn dat ik doodga, zo zei Herodes. En dan hebben wij in elk geval toch het huilen om de, de slachtoffers die ik op deze manier maak. De meningen zijn erover verdeeld. of dat werkelijk is gebeurd. En ik heb ook gelezen dat Salome, toen haar broer dus overleden was. Dat niet gedaan heeft omdat ze zich wel realiseerde wat dat zou een opstand creëren. Hoe dan ook, in de mind, in de gedachten van deze man is dat opgekomen. Maar goed, hij sterft. De engel van de heer verschijnt en Jozef in een droom, ik heb al verteld, vier keer beschrijft Matthäus dat hij door dromen gewaarschuwd wordt. En deze engel zegt, sta op. Neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden zijn gestorven. En dan staat hij op, neemt het kind en zijn moeder met zich mee. Opvallend, dat het kind en zijn moeder. Je ziet wat centraal is, dat het kind en zijn moeder. En ze komen in het land Israël. Maar deze Jozef hoort, hij heeft zijn ogen en oren wijd open. Ook voor ons belangrijk hè, om dat te doen. Ook in deze tijd waarin er zoveel berichten zijn, heel conflicterende berichten. Ga de dingen inderdaad na. En dan staat er, hij hoort dat Archelaus. In Judea koning was, dus hij wil eigenlijk teruggaan naar Bethlehem, in plaats van zijn vader Herodes. Hij is bevreesd om daarheen te gaan. Dit is niet een vrees van, oh, oh ik ben zo bang, maar hij is, het is een, een, een alertheid om datgene te doen wat in het, van het grootste belang is voor zijn familie. En er staat dan maar dat hij door een aanwijzing van God in een droom opnieuw hè, gewaarschuwd was, vertrok hij naar het gebied van Galilea, dus in het noorden van Israël. Daar gaat hij heen. Dus hij hoort dat de engel zegt hij wordt weer aangesproken in een droom. Opmerkelijk, ik vind dat goed om daar rekening mee te houden. Wij zeggen we wel eens dromen zijn bedrog, maar in de Bijbel ...kom je ook heel andere geluiden terecht. Ouderen zullen dromen, dromen jongeren zullen gezichten zien. Hier wordt hij dus gewaarschuwd en dan gaat hij naar Galilea. Maar daar kwam hij toch vandaan, ja inderdaad. En hij gaat naar Nazareth. En als hij daar aangekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. En dan komt het op dat vervuld werd, wat door de profeten, meervoud, gezegd werd... ...dat hij Nazarener genoemd zal worden... Dat is een opmerkelijke tekst. Nazarener. Nazarener. De plaats Nazareth. Ik ben daar een aantal keren geweest. U misschien ook wel. Een uh, reizen naar Israël. Het is nu een hele grote plek. Uh, uh, sorry, voor een deel uh, Arabisch, Palestijns enzovoort. En het is, het is bijna niet meer voor te stellen dat dat vroeger een wat kleinere plaats was. Met een drukke stad op dit ogenblik. Maar Nazareth. Wist u, wist je dat. In het hele Oude Testament de naam Nazareth. Nergens genoemd wordt. Hij wordt nergens genoemd. Deze plaats. Nazareth. In de Talmoed. Wordt Nazareth niet genoemd. Maar wacht even. Hoe zit dat dan? Dat er dan staat. Dat door de profeten. Wordt gezegd. Dat hij. Nazarener. genoemd zal worden. En dan komen we in een. Heel interessant bijbels gegeven. Wat ik heel graag met jullie wil bespreken, ook op deze tweede kerstdag. Er zijn een aantal uitleggingen voor waar die naam het vandaan komt. Bijvoorbeeld uit Jezaja. Dat uit de afgehouden strong van Izi zal een twijgje opkomen. Een prachtig beeld, lees hem maar na in Jezaja van de Messias, een twijgje. En het woord daarvoor, in het Hebreeuwse woordje, netzer. Netzer is een twijgje. Slaat het daarop? Is het een verwijzing vanuit dat gedeelte van Jezaja... dat er een twijgje zal voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe? De reden, een van de redenen waarom Rachel zoveel gehuild heeft... Dat het, het teken is van voor het Joodse volk en voor de hele wereld van hoop. Ja, maar normaal gezien is het toch afgelopen. Nee, er komt weer een twijgje tevoorschijn. Er komt nieuw leven, die Netzer. Wordt dat bedoeld? En dan moet ik nog iets bijzeggen over de plaats Rama. Er wordt gezegd dat er in Rama een stem is gehoord. Ook dat lijkt iets wat raadselachtig. U weet dat misschien, dat de primaire doelgroep voor Matthäus waarschijnlijk is. Joodse mensen geweest, het Joodse volk, natuurlijk ook voor ons. Rama heeft een belangrijke rol daarbij. Als u tegenwoordig naar Bethlehem zou gaan, dan zal een taxichauffeur u kunnen vertellen: bijvoorbeeld, als u daar maar mee rijdt of hoe dan ook. Wij komen nu langs het graf van Rachel. Hoe heet dat? Rama. Omdat de naam Rama betekent eigenlijk een verhoging, een heuvel. En eigenlijk opmerkelijk ziet dus je zou zeggen Rachel, die daar dan begraven zou zijn, waar ook de Bijbel over spreekt, dat daar inderdaad Abraham grond voor koopt. Vlak bij Bethlehem overziet zij dat. En Rachel weende heeft daar ook mee te maken. Dat is ook de link die hier gelegd wordt tussen Bethlehem en de kindermoord daar en Rachel weende. Maar de plaats Rama is er ook nu iets ten noorden van Jeruzalem. En Rama was de plek, dus het betekent, dus zoals ik al zei, verhoging, heuvel, is de plek waar toen het tienstammenrijk bij de val van Samarië en 723, 722 voor Christus verzameld werd, Rama dus ten oordeel van Jeruzalem, om vervolgens in ballingschap te gaan. De, de tienstammen. Je kunt ook zeggen dat Rachel huilde, ook toen. 586 voor Christus. De verwoesting van Jeruzalem, de val van Jeruzalem. Het Tweestammenrijk, het Zuidelijke Rijk. wat in ballingschap zou gaan, werd ook verzameld in Rama. ter noorden van Jeruzalem. Je kunt opnieuw zeggen. en Rachel weende. voor wie daar gebeurde. Die ballingschap zou 70 jaar duren. En ze zouden ook weer terugkomen. En daar speelt dus Rama, die fysieke plek. die was nu een Arabische stad. Maar die speelt daar een heel belangrijke rol in. Rama. Het is heel profetisch wat eigenlijk hier door Matthäus gezegd wordt. Maar terugkomend over dat Nazireerschap. Het kan ook iets anders betekenen. U weet het toch wat er staat in het Johannes Evangelie. Als daar sprake is van Nathanael. Ik neem even die tekst erbij in Johannes. Het Evangelie van Johannes. Het is het moment dat de Heer Jezus zijn discipelen aan het roepen is. En let op wat er dan staat in Johannes hoofdstuk 1 is het trouwens. Niet Johannes 2, Johannes hoofdstuk 1. Vanaf vers 44. Inmiddels de Heer Jezus, een volwassen man, ongeveer 30 jaar oud. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea... en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem... wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft... en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Dus Philippus die vindt Nathanael en dan zegt hij... we hebben hem gevonden. Over wie Mozes in de wet geschreven heeft. en ook de profeten. zie je wat daar staat? De profeten, meer wat we ook tegenkwamen bij Matthäus. namelijk Jezus, Joshua. de zoon van Jozef uit Nazareth. Wat dan de reactie van Nathanael? Nathanael zei tegen hem: Kan, misschien dat jullie wel kent die tekst. uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom. ...en zie. Let op die zin. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ik eh, kom oorspronkelijk uit Zeeland. Ja, daar ben ik heel blij mee en alles. En ik kom daar nog altijd heel graag. Maar ik weet in mijn tijd, het zal nu misschien anders zijn... ...dat er ook in de plek waar ik vandaan kom... ...dat er naar andere dorpen gekeken wordt. Oh, jongens. Ja, ja maar die komt DND van D&E. Ja. Oké. Okay. Bizar natuurlijk, kom op. Maar, maar de gedachte van ja, daar, 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 zit, pff, daar zit het, het pleps. Het ja, ja, nou, in die tijd was dat Nazareth. Dat was een. een, een ja, daar zaten de oudkaars. Daar was, nou, de, de wilde je niet gevonden worden. Nazareth. Kan daar iets goeds uit voortkomen? De twijfel ten aanzien van Jezus. Daarvan zegt Philippus, die gaat er niet op in. Die zegt: nou wat zeg je nou? Hij zegt: kom. En zie, en dat is iets wat ik tegen u en tegen jou wil zeggen. Kom en zie misschien met alle vragen die je hebt ten aanzien van geloven, ten aanzien van het evangelie. Maar wie is eigenlijk precies Jezus? Kom en zie. En Jezus ziet Nathanael tot zich komen en zegt over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Dat is opmerkelijk. Hij zegt iets over Nazareth. De Heer Jezus zegt, in deze man is geen bedrog. En dan zegt Jezus, van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de Zoon van God. En dan komt het, u bent de Koning van Israël. Hij zal nog grotere dingen gaan zien. De koning van Israël. Lieve mensen, het thema komt hier terug. De koning van Israël. 7 oktober 2023. En Rachel weent. Het is opnieuw gebeurd. Het is opnieuw gebeurd. En wij waren er getuige van dat Rachel weent. En we vinden het zo belangrijk dat wij haar mogen troosten. Waarom de naam Nazareth? Omdat de Heer Jezus, lees dat in 1 Korinther hoofdstuk 1, zich verbindt met datgene wat onaanzienlijk en veracht is. Om datgene wat sterk is te beschamen. Je bent bij de Heer God en bij hem, bij de Heer Jezus, nooit een kansloos type. Nooit. Nooit, nooit. Kom en zie. Maar lieve mensen, ik verlang er zo naar. Dat Rachel getroost zal worden. Dat onze Joodse vrienden, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, getroost zullen worden. En dat gaat gebeuren. Weet u wat er boven Jezus geschreven stond aan het kruis van Golgotha? Jezus uit Nazareth, de. Koning der Joden. Weer dat Nazareth. Om eigenlijk wilde Pilatus laten zien. Kijk eens waar die vandaan komt. Maar dat stond erachter. Jezus uit Nazareth. De koning der Joden. En er komt een moment. Oh. Rachel gaat getroost worden. Maar door niemand minder dan de koning der Joden. En dat zien we staan. In Zacharia hoofdstuk 12. Over het huis van David. En over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En hij zegt, Hashem de Almachtige. Hij zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals een bitter klaagde over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn in die herkenning van diegene die doorstoken is. Yeshua, Mashiach. Rachel zal opnieuw wenen. Maar er gaat nu iets gebeuren. De rauwklaas zal groot zijn van Hadad, Rimon... in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven. Elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk. En hun... Vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. In die herkenning zullen er tranen zijn, maar daar gaat iets mee gebeuren. En al de overige geslacht, elk geslacht afzonderlijk en al hun vrouwen afzonderlijk. En op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Rachel zal getroost worden. Het geldt voor het Joodse volk. Het gaat gebeuren. De koning der koningen, hij komt terug. Er, zal, er zullen nog tranen zijn, maar er zal troost zijn. En voor u en jou en mij, en ik hoop van harte dat u ook de Heer Jezus persoonlijk mag kennen, ik zou zeggen, als je erover twijfelt, kom en zie wie Hij is. De koning der koningen, de heren der heren. Hij droogt jouw tranen. Kom tot hem. En daarom, lieve mensen. 7 oktober 2023. En Rachel weent. En wij wenen met haar. Maar de troost zal komen in de heiland van de wereld. Gezegend ben je als je hem te voet valt en zoals die wijze ooit deden je kostbaarheden je leven aan hem geeft dan ga je langs een ander weg door het leven een weg die opgaat als de blinkende zon die 's morgens schijnt en de aarde met haar stralen verwarmt en dan ontdek je het echte leven en dan mag je weten hij komt hij komt terug en ik hoop heel spoedig amen Zullen we samen bidden? Heer Jezus Christus, U bent degene die wil troosten. U kunt dat ook zoals geen moeder kan troosten. Heer, we danken u voor dit moment dat wij ook weer in dit jaar hebben mogen herdenken. De verwachting, de advent van uw komst, maar ook van uw wederkomst. De geboorte als het kind in de kribbe en nu hier op deze tweede kerstdag. Het gevolg van allerlei zaken die toen gebeurd zijn. Heer, wat een verdriet was er toen. En heer, wat een verdriet heeft helaas ook de ...Rachels, de moeders van onze Joodse vrienden, van het volk waar we ons zo mee verbonden weten vanuit uw woord en door de rug Heer Jezus. Wat heeft dat een verdriet gegeven? En nu ook weer daar, die 7 oktober. Heer, we bidden om uw troost voor degenen die hier om lijden. Heer, we bidden om uw troost en genade voor alles wat daar gebeurt, Vader, dat er verandering zal komen, dat er de vrede van Jeruzalem zal zijn. Heer, we beseffen wat er in ons land gebeurt en wereldwijd ook aan haat tegen Joodse mensen, Heer. De oproepen die gedaan worden, Vader, het raakt ons. En opnieuw huilt Rachel. Opnieuw is er een volk wat gediscrimineerd en. Behandeld wordt alsof ze de grootste boeven zijn. Heer, en het is uw volk. Het is het land en het volk waarvan u zegt: het is van mij, het is mijn eigendom. Heer, we bidden om uw troost voor hen. We bidden ook, Heer, om uw troost voor allen. Ook juist in deze tijd, aan het einde van het jaar 2023. Die u nodig hebben, Heer Jezus. Die misschien twijfels hebben, maar we hebben die oproep gelezen: kom en zie. Kom naar de Heer Jezus en zie wie hij is, de redder van de wereld. En zo danken we u voor die realiteit, Heer Jezus, dat u komt terug. En elk oog zal u zien. Wat een dag zal dat zijn. Maranata, kom Heer Jezus. Amen.